Ik heb een dobbelsteentje voor jullie. Jij krijgt de paarse een keer. Oké. Okay. Oh, goed gedaan. Ja. Ah, jij krijgt de roze een keer. Flauw, hè? Ja, heel flauw. Vind die ding wel zo eng. Ja. Maar jou ook. Ja. Cool. Oké. Okay. En hebben we muziekje hiervoor? Of? Ik heb zo meteen een muziekje, ja? Nu nog niet. Ja? Okay. We hebben zoals elke week weer een Game Changer. Een leuke quiz onder tijdsdruk over een bepaald onderwerp. Het onderwerp deze week is Down the Rabbit Hole, want dat gaat verhuizen. Dus we gaan er toch een klein beetje aandacht aan besteden om het gevoel toch een beetje hier te houden. Ja. Rondom Nijmegen. En dat gaan we spelen op de muziek van a.k.a. The Junkies. Konijntje, natuurlijk. Oh, ja. Het liedje duurt maar liefst 5,5 minuut. Dus okay, we hebben 5,5 minuut tijd om de quiz te spelen. En ik zou zeggen, zullen we maar gewoon beginnen? Ja, absoluut. Waarom niet? Let's do that. Er komt nu de Game Changer. De Him for the Weekend Game Changer. Nou, Dominique, begin maar. Oké. Vijf. Had de eerste editie van Down the Rabbit Hole meer of minder dan 15.000 bezoekers? Minder. Ja, inderdaad, waren er 10.000. Zo, ik vergeet dus elke keer om spullen klaar te leggen hiervoor. Ja. Maar goed, even kijken. Ah. Die even wegstrepen. 1 puntje voor Dominique. Yes. En dan mag Miguel nu zeggen. 6. Hoe heet het terrein waar Down the Rabbit Hole normaal gesproken plaatsvindt? De Groene Heuvels. Dat is ook helemaal goed. Nou, lekker gestart. 7. Nummertje 7. Gaan het rijtje af, begrijp ik. Down the Rabbit Hole is vernoemd naar het eerste hoofdstuk uit een boek. Welk boek is dat? Weet ik veel. Alice in Wonderland. Oh ja. Oh. En 5. Nummertje 5. Waar vindt Down the Rabbit Hole plaats? Is dat Ewijk, Beuningen of Druten? Beuningen. Nee, Ewijk. Oh, kut. 6. Oh. Waar of niet waar? Wij van RN7 zijn door de jaren heen namens 3 verschillende programma's aanwezig geweest op Down the Rabbit Hole. Dat is waar. Ja, dat is zeker waar. Namelijk Bring the Noise en Neem Bezoek en Wat zegt het volk? 11. Even kijken. Welke van deze artiesten staat dit jaar niet op Down the Rabbit Hole? Is dat Naas, Doe Maar of Vrouwtje? Vrouwtje. Ja, hoezo? Ik heb laatst toevallig gekeken naar de line-up. Dat was wel dik. Dat was wel een mooie line-up. Ja, maar dat het niet in de buurt is. 2. Nummertje 2. Je hoort op de achtergrond Konijntje van a.k.a. The Junkies. Hoe heet het bekende lid van dit duo? Nee? Nee. Billy Wartaal. Oh ja. Ik dacht Pepijn Lane, maar nee, die andere. 8. In welk jaar vond de eerste editie van Down the Rabbit Hole plaats? Is dat 2012, 13 of 14? 2013. Nee, 14. Oh. 11. Even kijken. Wat is geen podiumnaam van Down the Rabbit Hole? Is dat Hottot, Teddy Widder of Black Rabbit? Die eerste. Nee, dat is het hoofdpodium zelfs. Black Rabbit is geen podium. Nooit geweest. 10. Down the Rabbit Hole wordt gezien als het kleine broertje van een ander festival. Welke? Lowlands. Ja, zeker. Dominique. 5. Nummertje 5. Door welke presentator werd er namens RN7 geen verslag gedaan van de eerste editie van Down the Rabbit Hole? Was dat Annika, Marit of ik? Jij. Ja, ik wel. Het was Annika. Ik heb het samen met Marit gedaan toen. Helaas. 5. 5. Welke drank kun je volop vinden in de rozentuin van Down the Rabbit Hole? Is dat wijn, rum of gin? Rum. Gin. Nou, vooruit. Gin. Sorry. Nee. Maar zij begint tonic. Nummer 9, zei je? Ja. Wat doet de organisatie van Down the Rabbit Hole om te zorgen dat je het festival optimaal beleeft? Is dat verkleden op bepaalde plekken is verplicht? Je kunt alleen het hele weekend gaan en niet maar één dag? Of bij de ingang moet je door een konijnhol heen? Door de ingang moet je door een konijnhol heen. Nee, je kunt alleen het hele weekend gaan. Oh. 4. 4. De podia van Down the Rabbit Hole hebben al een bijzondere namen. Waar zijn ze naar vernoemd? Naar... weet ik niet. Ik heb geen idee. Naar hoofdstukken uit de film... Nee. Oh. Konijnenrassen. Oh. Ah. Grappig. 7. Nummertje 7. Welke bands openden de allereerste editie van Down the Rabbit Hole? Was dat Navarone, The Staat of My Baby? De Staat. Ja, is helemaal goed.
gegokt. Je kijkt de hele tijd naar mij. Ja. Drie. Nutje drie. Welke voormalig RN7-presentator heeft zelf wel eens als act op Down the Rabbit Hole gestaan? Is dat Toon, Job of Gerry? Toon. Ja, helemaal goed. Als comedian. Ja. Zeg het eens. Acht. Tijdens de eerste editie van Down the Rabbit Hole vond er gelijktijdig een ander evenement plaats dat op het trein via grote schermen te volgen was. Wat was dat? Formule 1. Nou, maar je zit wel in de buurt. Het EK voetbal. Ah, oké. Okay. 7. Nummertje 7. Welke van deze artiesten staat dit jaar niet op Down the Rabbit Hole? Is dat Donnie, Goldband of Merel? Merel. Inderdaad. 4. Was je naam even kwijt. wat kost dit jaar een festivalticket inclusief camping? Je mag er €25 naast zitten. €120. Nee, oh. €197,50. Miguel. Ik heb 7. Waar of niet waar, dit jaar kunnen er, net als andere jaren, 40.000 mensen naar Down the Rabbit Hole komen. Niet waar. Is wel waar. Oh. Wauw. Dominique. 2. Down the Rabbit Hole is eenmalig naar het terrein van Walibi verplaatst. Let op, waar of niet waar, ook Walibi heeft een konijn als logo. Niet waar. Nee, is inderdaad de kangaroo. Hé, hey, helemaal goed. 6. 6. De hoeveelste editie van Down the Rabbit Hole vindt dit jaar plaats? 7, 8 of 9? 9. Nee, 7. Oh. 5. Waar of niet waar? De slogan van Down the Rabbit Hole dit jaar is Rabbits in the Lowlands. Waar. Ja, is inderdaad waar. Oh. Nou, mooi op de valreep. En ook net op tijd, want ik had nog maar één vraag over. Echt waar? ja, nu ben ik benieuwd. Ja, zullen we die laatste vraag van voor de vorm ook nou vertellen? Okay. Ja, zeker. Even kijken hoor. Oh, dan maken we er een benaderingsvraag van. Wie dichtst erbij zit, die heeft dan een extra punt. Oké, ja. En even de tussenstand. Dominique heeft 5 punten. Miguel heeft 6 punten. Oh. Dus je kunt niet meer winnen, Dominique, maar je kunt er wel gelijke standen van maken. Oké. Veel Nijmegenaren gaan normaal gesproken op de fiets naar Down the Rabbit Hole. Hoe lang, in minuten, is het fietsen van het Centraal Station in Nijmegen naar het festivalterrein? Hoeveel minuten? 40. En jij zegt? Een uur. 60 dus. Ja. Dan zit jij er toch het dichtst bij, want het was 55 minuten. Oh! En dan heb jij gewonnen. Ja! Met 7 tegen 5. Oh, nou. Zeg. Netjes hoor. Het is je gegund. Dankjewel, Ja, mag ook wel een keer. Ja, nee, ik heb even naar die line-up gekeken inderdaad. Het is echt een goede line-up dit jaar. Absoluut. Ik vind het jammer dat ik waarschijnlijk... Nee, nou, ik ga er niet bij zijn. Nee, het is gewoon kut. Het is gewoon Biddinghuis is kut om heen te gaan. Ja. Dat is gewoon zo. Maar inderdaad, jammer. Ja, leuk. Plaatje gaan draaien, maar nu. Nou, vooruit. Four or five seconds. I think I've had it.